punch him out with your blah blah blah. Zip your lip like a padlock. You can hit me in the back with the jack of the jukebox. I don't care where you live at. Just turn around, boy. Let me. We gaan dus eigenlijk 5 debatten voeren en je zou dus zien dat dat een soort afvalrace wordt. Dus de eerste 2 rondes zal er niemand afvallen. Dus dan krijgt iedereen zeker wel de kans om een keertje zichzelf te bewijzen in het debat. Maar ja, daarna moet een afscheid gaan nemen. Ben je er een beetje klaar voor? Ja. Vandaag moest ik dus zeg maar in 1 uur tijd deze mensen voorbereiden in 5 verschillende stellingen. Nou, dat is op zich sowieso wel een uitdaging, een hele klus. De meeste mensen hadden nog niet echt veel gedebatteerd. Dus je ziet inderdaad wel dat het nieuw is voor ze. Dat ze een hoop dingen, basale debattechnieken, nog wel onder de knie moeten krijgen. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat ze gewoon wel goede ideeën hebben. En dat ze wel mondig zijn. En dat ze dus ook wel met plezier meedoen aan het debat. Ben je er een beetje klaar voor? Ik ben er wel klaar voor, ja. Ja, ben je zenuwachtig? Nou, nee, dat valt wel mee. Ja? Lekker bakje koffie nu aan het drinken. En... Ja. Oh, vermaak ons prima. Lekker koffie erbij. Ja. En jij? Ik heb er zin in. Ja, hè? Mag ik met voorbereid alleen. Jij gaat winnen, hè? Zeker. Gekozen voor Emiel als winnaar. Emiel, gefeliciteerd. Ik hoop op verschillende manieren nog in de media te kunnen komen. Daarvoor krijg je extra veel punten. En ik hoop en ik ga met contacten mee met vrienden en iedereen die ik ken. Press voor nu is het gewoon een hartstikke leuke site. Ja, als je het moet erop kijken, want Press voor nu. De bank.